Zoals elke dinsdag te zien op gamersnet.nl, Gamersnet Gear, onze wekelijkse show waarin we de nieuwste tech, hardware, whatever behandelen. Het is een show? Het is een show. Het is een show. Het is een show. Dan's een showcast komt straks binnen. Ja. There's no business like show business. Dinner in a show. Ja. Nice. Maar goed, dit is misschien wel eens de belangrijkste tech show van het jaar. Want we hebben de PlayStation VR binnen. Bam, hij is binnen, jongens. Into the new frontier. Ja, en we hebben gelijk maar even alles neergelegd wat je straks gaat hebben in je woonkamer. Want het is een invasie van je woning. Ja, het is... Oh. Oké. Okay. Shoutout naar Big Ben. Even. Die maken de officiële PlayStation standee en die hebben ze naar ons opgestuurd, dus daarom noem ik ze even. Oké, okay, en lief, nu je dat hebt gezegd, krijgen we weer 200 euro op ons account gestopt. Thanks. Ja. Thanks, Big Ben. Ja, zo werkt dat. Zo rollen wij. Zo krijgen wij die money. Oh, monies. iPhone. Oh, en weer geld. Ja, oh, zo. Oh. Weet je hoe makkelijk het is, mensen? Audio-Technica. Wow, mad monies. Van die Canon-camera. Kun je gewoon kopen bij camera. Shop.nl. Maar even terug naar PlayStation VR. Want dit is dus de invasie van je woonkamer. Dat is wat heel echt zo, ja. Maar wat mensen dus een beetje over het hoofd zien is natuurlijk dat dit gaat misschien wel eens VR groot maken. Want dit is de mainstream virtual reality voor de gamer. Ja, dat is het. Maar het is nog steeds tering duur. Maar het vergist zich daar misschien in. 400 euro voor zo'n setje toch? Ja, 400 euro schoon. Dan hebben we twee Move controllers. Dit zijn mijn oude Move controllers van de vorige PlayStation die gewoon werken. Maar goed, dat is ook 60, 70 euro. Yeah. Dit is 60 euro, dus de PlayStation camera. De nieuwe? De nieuwe. De oude werkt ook. Geldt zowel voor de Move controllers als voor de oude PlayStation 4. Camera, die werkt net zo goed als deze, want het enige wat er regenschiet is deze lampjes en deze lampjes. Maar Sony zag in dat niemand die heeft die oude camera, dus hebben ze een nieuwe uitgebracht speciaal hier. Nou, dat is wel handig, want deze heeft daar kunnen een aparte gear over maken, maar deze heeft dus een steentje. Dat is echt super handig, want je kan hem overal neerzetten. Dat is ook fijn voor je als je gaat streamen. Op je televisie, je kan overal neerzetten. Dat is ideaal. Interessant. Maar de oude kan het ook. Overigens heeft Big Ben voor de oude camera een clipje, zodat je hem ook overal kan opvangen. En daar is weer 20 euro extra voor ons. Inderdaad dat. Big Ben. Hey, ik kan weer eten vanavond. Maar oké, dus maar de headset zelf, want het is de goedkoopste en de meest instapmodelachtige VR die we hebben. Maar je zegt nog steeds duur, is gewoon dus 400 euro schoon aan de haak. Maar, dat is wel veel geld, Wat doet hij? Wat doet hij met je leven? Hij verandert... Hij verandert jou in de Batman. Ja, dus... Hij verandert je leven in die zin dat je, als je draai hem op hebt en je speelt een goede game, en er zijn een aantal... games, ervaringen, whatever je het wil noemen. Het zijn in ieder geval geen tech demo's. Okay. Het laat zien, het geeft een inzicht in wat de wereld zou kunnen zijn over 5 jaar. Ja, en daarmee bedoel jij dat over 5 jaar de next chapter in gaming is natuurlijk eigenlijk dat vrijwel alles in VR gaat. Nou ja, je zit met zo'n headset op en je bent echt letterlijk in een andere wereld. En dat is een gevoel wat je nog nooit hebt meegemaakt. En dat raad ik iedereen aan, ga naar je lokale gameboer of elektronica zaak en test hem uit. Want het is per persoon heel anders. Want bijvoorbeeld, ik kan Drive Club VR wel gewoon spelen en Daniel moet af en toe even bijkomen. En ik heb bijvoorbeeld bij Battlezone dat ik echt kotsmisselijk word. Ja, maar dat is heel persoonlijk. Maar wij hebben nou op Gamersnet wel vaker die berichtgeving gehad van dat mensen dus heel erg misselijk worden van bepaalde spellen. En sommige mensen zeggen ook van, maar dit komt gewoon omdat dit de minst geavanceerde headset is en de PlayStation er af en toe moeite mee heeft. En zodra bijvoorbeeld, weet je, zodra de frame rate naar beneden kan. Ik heb geen frame drop gezien. Dan is VR namelijk onspeelbaar. Zodra je een frame drop heb, dan zou ik dit ding direct afzeiken. Ja. Zodra ik dat 2 keer in een game zou meemaken, dat is namelijk een game-breaking experience. Want Zit in een wereld, als die wereld choppy gaat, ja, dan kun je het vergeten. Ja, maar dat is niet waarom mensen misselijk worden. Dat wil ik even duidelijk zijn, want er zit geen frame drop in. Okay. Nul frame drops. Nee, want dan zou ik dat direct merken en dan zou direct de experience weg zijn. En ik heb dat met geen game meegemaakt. Hij heeft een 1920x1080p resolutiescherm en hij, hoe heet het? Wat je daar aan merkt is dat, maar dat heeft ook te maken met de PlayStation natuurlijk en de power of PlayStation, is dat het af en toe wat blurry is. Dus je merkt bijvoorbeeld in Batman Arkham VR als tekst te ver weg zit, dat je eventjes zo moet kijken hoe het er weer staat. Yeah. En bij Drive Club VR merk je dat bijvoorbeeld dat het is niet, weet je, de auto's zien er niet zo uit als op je AD-scherm. Nee, dat is waar. Dat is dus ook een ding. Maar goed, het is instap. En dit heeft de mogelijkheid om dus VR mainstream te maken. En zodra VR mainstream wordt, dan kunnen we gaan door evolueren. En dan krijg je die next chapter waarin
alle VR beter is en goedkoper. En dit is, voor de mensen die PC Master Race zijn, dit moet je aanmoedigen. Ja, dit want is het, als ja, dit want groot wordt op PlayStation, dan krijgen we sneller een nieuwe HTC Vive, een nieuwe Rift, de prijzen gaan omlaag. Ja. Dit zou het eerste model kunnen zijn wat VR echt groot gaat maken. Dus ondanks dat het nog niet helemaal goed werkt, hier her en der af en toe. Nee, het werkt fantastisch. Ja, alleen over dan van die tekst die dan een beetje blurry is er nu. Ja, precies. Maar dat heeft niets met werken te maken, want het apparaat zelf werkt fantastisch. Ja. Het is ook echt plug and play. Makkelijker kan niet. Ik bedoel, er staan nummertjes. 3 miljoen kabels, ja, maar... Ja, nummertjes. Ja. Met één plaat krijg je erbij. Met nummertje 1 naar 1, nummertje 2 naar 2, nummertje... Dus elke moron kan dit gewoon doen. Die kan dit aansluiten. Ja. En je kunt direct aan de slag met VR. Het is ontzettend makkelijk. Het is overigens ook de headset die veruit het lekkerste zit van allemaal, want je hebt namelijk geen druk op je ogen, want alle druk zit op je hoofd. En dit kun je los naar voren en achter schuiven, zodat je helemaal niks op je ogen voelt qua druk. Want die andere die zitten als een soort van een soort duikbril. Nou ja, dat die al het gewicht zit op je ogen eigenlijk, dus hij gaat daar een beetje hangen af en toe. En dan word je ziet hier van. Wel dat hij meer inderdaad probeert het een beetje ook contragewicht, zeg maar. Ja, maar sowieso vind ik hem ook best wel chic uitzien. Hij is supermooi. Ja, hij is wel leuk gedaan. Hij is echt voor de consument gemaakt en bij Oculus en HTC zit altijd nog die nasmaak van dit is echt tech gewoon demo, tech. Prototype. En dat merk je vooral aan de games, want dikke kudo's, want het is PlayStation gelukt om Rocksteady van Batman bijvoorbeeld zover te krijgen om een game te maken. Ja. Kijk, Uncharted... Oh, wacht, als die goed verkoopt, ik voorspel bij deze al, ook een Spider-Man experience in de nieuwe Insomnia game. Dat is best wel... Ja. Nou ja, het zou vet zijn. U hoort het hier als eerst, I call it. En dat is het grote verschil, weet je, laten we zeggen dat bijvoorbeeld GTA 5 op de PlayStation 3 en de Xbox 360. Ja. Dat zijn games die zagen er gewoon echt fucking mooi uit. Ja. Toen. En nu inmiddels natuurlijk niet meer, maar toen, weet je. Het gaat er ook om, wat kan een ontwikkelaar uit een apparaat halen? Ja, maar dat is ook het ding. De PSVR gaat waarschijnlijk verreweg de beste optimalisatie hebben. Want ontwikkelaars zullen weten, oké, dit is een PSVR-headset. Die kan aangesloten zitten op ofwel een PlayStation 4 ofwel een PlayStation 4 Pro. Dus wat dat betreft kun je games veel beter optimaliseren dan een HTC Vive of een Oculus Rift. Waarbij het is van, oké, deze persoon heeft een HTC Vive of een Oculus Rift. Welke PC heeft die? Dat kunnen er miljoenen zijn. Ja, dus... en besides de ontwikkelaars zelf... ik bedoel, als dat een Rocksteady zo'n game maakt voor PlayStation VR, zegt natuurlijk wel iets. Straks op Battlefront krijgen we ook door Criterion gemaakte experience. Oh, die X-Wing experience. Daar hebben we al een preview van opgenomen. En sowieso, er gaan een heleboel reviews en video-reviews verschijnen ook van een heleboel van deze VR-experiences. Ja, los. Dus daarvoor, gamersnet.nl, u kunt het allemaal lezen, zien. En dat is iets wat die anderen gewoon echt missen. Is gewoon uitgevers die er echt voor gaan en ontwikkelaars die er echt voor gaan. In plaats van, weet je, ik snap dan wel dat er zitten leuke dingen bij. Voor alleen, de HTC Vive bedoel je en zo. Dat, ja, maar de games voor PlayStation VR voelen wel meer als games die af zijn, als goede experiences, dan in die tech demo's op Steam. Ja, op Steam. Ja. Want ik heb voor de HTC Vive, die hebben we een paar weken gehad, ik heb superveel games gedownload voor de HTC. Ik heb alle toplijstjes heb ik opgezocht, top 10 games HTC, ik heb ze allemaal gekocht, binnengehaald. Sorry, ik heb Headmaster gespeeld, ik heb Batman Arkham VR, zelfs Drive Club qua racing vibe. Battlezone, dat soort, die komt trouwens ook voor de andere consoles, maar het zijn echt goede games. En dat is wat PlayStation VR, maakt. Het is gewoon een compleet pakketje in plaats van, oh, de tech is heel goed, maar we hebben nog geen software. Of, oh, de software is wel oké, maar mijn tech is nog niet goed genoeg. Precies. Het is iets meer... Het is af. Is het, denk ik, inderdaad. Sony heeft daadwerkelijk een plan ervoor gehad, een stappenplan, en ze hebben het... Ja, ze zetten het wel gewoon in je woonkamer neer voor €400. En ja, nogmaals jongens, ook al ben je niet van PlayStation... Nee, ik ben ook helemaal niet van PlayStation. Ik ga nu wel kritisch doen naar PlayStation, want we hebben ook gevaar op de loer. En dat zijn namelijk, laten we een voorbeeld noemen, de Move controllers. Ze hebben hier nu via een omweg weer een functie ervoor. Zijn in totaal... U dacht dat ze dood waren, you were wrong. Maar ze waren inderdaad na 3 maanden gewoon keihard dood. Hetzelfde geldt voor Wonderbook. Wonderbook, super vet idee, heeft nooit de push gekregen die het had moeten krijgen. Hetzelfde geldt voor de PlayStation Vita, technisch gezien een fantastisch apparaat. Alleen, wie heeft er nog een Vita? Niemand, want er komen geen games vooruit. Hetzelfde geldt voor de fucking touchpad. Sony heeft een aantal, ik zeg niet dat andere partijen ze niet hebben, maar Sony heeft een aantal flaters die ze een beetje stil houden. Xbox heeft ook Kinect, dus precies, maar maakt dat niet uit. Bedoel ik. Dus PlayStation, please. En ook publishers, ik hoop dat dit goed verkoopt, want dan gaan ze ermee door. Weet je, ik voel me genaaid als dit over een jaar niet meer gebruikt wordt. Dan voel ik me als consument, ik heb hier letterlijk zelf, dit is namelijk mijn set, gewoon €500 voor betaald.
deze hak dan nog. Maar ik heb wel een camera erbij gekocht. Ja. Dan zou ik me echt fucking kut voelen. Dus ja, dat is wel waar het valt op staat. Maar de future begint nu. Want dit is echt een nieuwe manier van games spelen. En zeker Batman Arkham 4. Ja, nee, oké. Okay. Maar sowieso, we gaan nog een heleboel meer dingen met PlayStation VR doen. Maar voor nu even een soort van voorlopig work in progress eindoordeel. Super awesome dat Sony zijn nek uitsteekt om te proberen om het echt voor de consument toegankelijk te maken. Want de rest lult wel. Oculus begon met ouwe hoeren toen het uitkwam. Dit gaat dit kosten, dit gaat dit kosten. Loze beloftes, bla bla bla, praatje praatje. HTC is niche dan niche. Moet je helemaal camera's in je huis gaan zitten hangen. PlayStation flikt het om gewoon iets te maken waar een consument iets mee kan. En de consument is koning. Want als er veel consumenten VR gaan spelen, is VR echt de toekomst. Mooi. Dus ook al heb je niks met PlayStation, chapeau. Juich dit toe. Want dan zitten we over 5 jaar allemaal in de next chapter van gaming.